Hallo, ik ga jullie laten zien hoe je vrij simpel een afbeelding kunt invoegen in een Wikipedia-artikel met de visuele bewerker. Hiervoor is het wel nodig dat je al eerder 10 goedgekeurde uploads hebt gedaan op Wikimedia Commons, de beelddatabank. Ik ga naar de sectie waar ik graag een afbeelding aan toe wil voegen en ik klik op Bewerken om in de visuele editor te komen. Ik zet mijn cursor neer waar ik mijn afbeelding ingevoegd wil hebben en ik klik op invoegen, afbeeldingen en media. Ik ga naar uploaden, want mijn bestand staat nog niet op Commons. Ik selecteer een bestand vanaf mijn computer. En ik verklaar dat dit mijn eigen werk is. Ik heb de foto zelf gemaakt en ik ben degene die hem daarom vrij mag geven onder een Creative Commons naamsvermelding, gelijk delen. 4.0 licentie. De beschrijving is het depot Boijmans van Beuningen in aanbouw anno juli 2021. De categorie is Boijmans van Beuningen. En ik klik op opslaan. Op dit moment wordt de afbeelding geüpload naar Wikimedia Commons. En als ik hem goed vind, kan ik zeggen deze afbeelding gebruiken. Daarna maak ik nog een onderschrift. Een alternatieve tekst wordt gebruikt voor mensen die visueel minder sterk zijn, visueel beperkt zijn. Die wordt voorgelezen in hun software. En ik klik op invoegen. Daar staat de afbeelding ernaast. Ik zeg dat ik hier een afbeelding toegevoegd. En daar staat hij.